En ja, we regeren zonder te lenen. En men kan schrijven in de krant dat we lenen, maar dat is niet waar. Het is onjuiste informatieverschaffing met onjuiste bronnen. En dat moeten we resoluut afkeuren en afwijzen. Want ik weet niet met welk doel mijn vrienden, organisaties, hier lokaal moet adhieren en presenteren met onjuiste informatie, terwijl de bronnen vele zijn binnen de regering, maar ook bij IMF en andere internationale gezaghebbende instituten om de informatie na te trekken. Ja, juni, juli tot augustus hebben we nog even moeten lenen voor betalen van salarissen. Maar daarna leiden we het land op onze eigen kracht. Ja. U heeft ook gesproken over het IMF. Waar knelt de schoen precies? Kijk, de meeste zaken, daar hebben we al understanding. De meeste zaken hebben we al understanding. Er zijn een paar issues die nog verder onderhandeld moeten worden. En ik heb de goede hoop dat we eruit komen. Eén is namelijk, voordat je hulp van IMF wil krijgen, dan moet je begroting 2021 goedgekeurd zijn. We hebben andere afspraken met het parlement wanneer je begroting 2021 goedgekeurd. Maar ik weet wat IMF wil, namelijk dat pakket van maatregelen willen ze goedgekeurd hebben van het parlement. En wij zeggen dat crisis- en herstelplan, dat daar een nee moet op. Dan brengen we dat in het parlement, omdat we goedgekeurd is. Dus dat is op zich geen breekpunt, denk ik. En aan de andere kant wil men geen monetaire financiering. Ook wij willen geen monetaire financiering. Alleen moet het wel zo zijn dat als er een ernstige financieel-economische crisis is, dat je af en toe wel als noodmaatregel voorzieningen moet hebben om die economie nog onder controle te krijgen. En het laatste is namelijk met betrekking tot de koerssituatie, waarbij IMF vindt dat die koers wat we nu hebben niet realistisch is. En breng het naar de realistische koers door het los te laten. Ja. Ik zeg, als die koers niet realistisch is, moet ik het brengen binnen de realistische met een pakket van maatregelen. En dat pakket van maatregelen hebben we afgelopen zaterdag goedgekeurd. Met de governor, met het ministerie van Financiën, met IMF-team. En dat pakket gaan we nu presenteren aan IMF. Van luister, met dit pakket van maatregelen wil ik het onder controle krijgen. Geef me tijd. En vanaf 1 maart wil ik het gaan implementeren. En is er een plan B indien IMF niet lukt? Kijk, je moet rekening houden dat IMF een enorm gezag heeft ontwikkeld in de wereld. En in feite, alle financierders die we in feite benaderen, maar ook het team Lazard met meer dan 100 bondhouders, in feite zeggen ze allemaal van ze zijn bereid allemaal te helpen. Ook die bondhouders zijn bereid te helpen. Ook die fresh capital, de mensen, de instituten die fresh capital hier willen brengen, die zijn allemaal bereid, maar ze zeggen ook, ik wil wel dat je met IMF die hervorming teweeg brengt. Dus hiermee wil ik even aangeven dat IMF zich als instituut zeer gezaghebbend heeft opgesteld en wij erkennen dat gezag. En wij gaan verder onderhandelen. Ik heb de overtuiging dat we uitkomen. Maar nogmaals, ik had gehoopt in februari, maar door deze ontwikkeling gaat een beetje opschuiven richting maart. U had de bevolking beloofd in februari zouden we verlichting zien. Kunt u misschien de samenleving de stand van zaken doorgeven dat het misschien maart gaat worden of april? Ja, kijk, voor wat betreft IMF, door deze ontwikkeling gaat het nu een beetje opschuiven. We hopen in maart die overeenstemming te kunnen krijgen. Tweede is namelijk dat van Lazard. Zijn we al begonnen met die onderhandelingen, omdat de deal met de bondhouders was tot 31 maart. Dus we zijn al begonnen met de onderhandeling om dat verder op te schuiven met nieuwe voorwaarden. En dat van Fresh Capital, die onderhandelingen gaan nog steeds verder. Alleen door die laatste ontwikkeling met Surfing wacht men op de nieuwe entiteit met wie men verder dan kan onderhandelen. Uiteraard de regering onderhandelt, maar uiteindelijk zullen er instituten moeten zijn die meer zekerheden moeten gaan bieden aan die mensen die hun geld ter beschikking willen stellen. En dat nieuwe instituut is al ready en dat gaan we vrijdag aan het parlement presenteren, zodat het parlement dat ook kan goedkeuren.